Ja, moet je vinger erbij? Dat doe ik geen zin in. Holla, irritantje. Ten eerste zeg niet echt mij hier komen staan. Nu praat je gewoon met respect. Dan praat ik ook met respect tegen jou. Ja. Uw collega heeft mij gefouilleerd. Ja. Ik weet helemaal niet wat er aan de hand is. U vraagt aan mij wat ik hier doe. Wat doen de meeste mensen hier? Passagiers ophalen of prima, iets dergelijks. Klaar. Maar dan kan je ook heb jij een opdracht? Reageren. Nee, hoeft niet. Hoeft niet. Ik hoef niet normaal te reageren. Oké, nou ja, goed. Dat is de reden waarom ik je hoeft niet, dit is geen reden. Wat is de reden dat jij mij staande houdt? Wat is de reden dat jullie mij fouilleren? Je hebt meerdere keren aangegeven dat je een vuurwapen bij je hebt. En dat is meerdere reden malen aangegeven dat ik een vuurwapen bij me heb. Dat staat op jouw naam, ja. Dat staat op mijn naam. Jazeker. Wie bent u eigenlijk? Van de Marseille. Hoe weet u wie ik ben? Omdat je me net voorbij loopt. Ja? Ik heb jou eerder keer gecontroleerd deze luchthaven. En toen heb je bij mij een vuurwapen gevonden? Nee. Maar dit is niet toen de eerste dacht je, keer. Ik ga het even nog een keer proberen. Wat geeft u het recht om mij keer op keer hier tussen al die mensen te controleren op basis van wat? En dan ga jij mij vragen wat ik hier doe. Zeg dan gewoon, ik controleer of je een wapen bij je hebt, want dat gevoel heb ik. Klaar. Dat je hoeft is niet ook de dat stommiteit te vragen, wat doe je hier? Nou, ik mag de vraag wat je nee, doet. Hoef je, nee, dat wil ik helemaal niet. Nou, bij deze is dat ook een antwoord. Nee, hoeft ook niet. Dus wat wil je nu eigenlijk? Want je staat hier nu tegenover, maar wat wil je? Ik vraag waarom je hier op de luchthaven bent. Ik jij reageert stel gewoon zo vragen die er wat toe doen. Ik geef een reden waarom je nu staande gehouden wordt. Achterlijke reden. Ik ga daar werk van maken. Is goed. Als jij gisteren ben ik met getrokken wapens gepakt. En nu nog een keer. Ik ben jullie helemaal spuugzat. Dat heb ik gezien, ja. Begrijp je? En dan ga je tegen mij zeggen, hey, kom even hier staan. Of hier komen. Omdat ik mijn collega daarmee bezig was. Ik praat dus met ik uw collega met respect. Ik heb u met respect benaderd, toch? Ik heb iedereen met respect benaderd. Ik heb tegen mijn broertje gezegd, film mij. Maar jij moet niet nadat ik ben gefouilleerd tegen mij zeggen, hier komen staan alsof ik een of andere hier hond komen ben. Staan, zei ik. Dan moet je niet zo tegen mij praten. Zou collega u hierheen willen staan? Ja, goed. Een beetje respect, een beetje netjes praten. Maar ik ben klaar, oké? En voortaan, nooit meer aan mij vragen, wat doe je hier? Doe gewoon je werk. Interesseert me niet. Doe gewoon je werk. Dus de volgende keer ga ik weer vragen wat je hier de luchthaven doet. Eerst de volgende keer, goed in mijn lijst wat ik ga zeggen, wat er gaat gebeuren. Okay. Eerst de volgende keer ga jij tegen mij sorry zeggen. Hoeft, onthoud nou, dat, dat zeggen. Ik dat ga doen. Let maar op. Hey, dan gaan wij een weddenschap op doen. Naar mij. Ik wijs naar wie ik wil wijzen. Ik wijs van niet. Natuurlijk wel. Je zegt, je moet met je vinger erbij komen. Iedereen die hier loopt te praten. We weten dat er... Zij heeft nu een fout gemaakt. Dat snap ik. Dat geeft haar het recht niet. Je kan niet keer op keer iemand, omdat je die kent van internet of wat dan ook, of bla bla bla, dat je even tussen allemaal mensen, kijk waar ik ben gefouilleerd. Waarom neem je me niet mee bij een plek waar ik een beetje privacy heb? Oh, is dit privacy? Gewoon hier staan. Dit noem jij privacy. Het interesseert je gewoon geen moer. Veiligheid, dan neem je mee naar jullie werkplek. Ik neem aan dat jullie hier een werkplek hebben, toch? Of niet? Dit is allemaal onze werkplek. Dit is ons werkplek. Dus je gaat mij midden tussen allemaal mensen gaan mij fucking fouilleren. Omdat jij baas, werd dat jij sorry gaat zeggen? Nee, dat onthoud gaat het, hè? Jij gaat sorry zeggen. Let maar op. Gaat niet.